Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In een groot deel van het land is het op dit moment nog bewolkt. In het westen en noordwesten breekt de zon al van tijd tot tijd door. In de loop van de dag gaat het op meer plaatsen gebeuren. Alleen in het zuidoosten houdt bewolking de overhand en daar kan ook een wat lichte regen vallen. In de rest van het land valt mogelijk verspreid een enkele bui, maar het droge weer overheerst wel. Het wordt 11 of 12 graden en er staat een veelal matige wind uit het noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen, alleen in het zuidoosten blijft het bewolkt en dat geldt ook voor komende nacht. Halverwege de avond is het een graad of 7, komende nacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt in het binnenland. Dan morgen, dan breekt van tijd tot tijd de zon weer door en zeker in het westen zelfs geregeld. In het zuidoosten is eerst nog veel bewolking, maar ook later breekt daar de zon wel door. Het wordt 13 tot lokaal 15 graden en er waait een matige noordelijke wind. Op maandag en dinsdag is kans op een enkele bui en misschien op de woensdag ook nog, maar tussendoor schijnt ook van tijd tot tijd de zon. De middagtemperatuur ligt rond de 14 graden. Op maandag wordt het plaatselijk zelfs 17 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.